de BSB was daar naartoe, in dit geval naar de BSB, maar dat had misschien ook een andere in het geweest kunnen zijn, is daar naartoe gegaan omdat in het jaar daarvoor er een Britse brigadier was geliquideerd op straat. En dat had alles te maken met een terroristische organisatie die daar al 25 jaar actief was. Dat was de revolutionaire organisatie 17 november. De FBI, de CIA, die zaten al decennia daar onderzoek te doen. Ik kwam op een gegeven moment dus steeds dieper terecht in dat onderzoek naar die revolutionaire organisatie 17 november. En we moesten de Griekse politie trainen in persoonsbeveiliging. En we deelden informatie, et cetera. Maar dat je op een gegeven moment dat je jezelf terugvindt in een woning. Jij als wachtmeester 1. En daar zit dan iemand van Scotland Yard, de CIA en de FBI. En ze namen jou serieus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof als jullie allemaal weer bij zijn vandaag. En mijn gast vandaag is Bart. Bart, goed dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk. Ja, ik kijk er heel erg naar uit. We hebben net een heel leuk voorgesprek gehad. En ik zei, ja. we hadden al langer moeten aanzetten. Dan waren we klaar geweest. Ja, hadden we wel iets leuks gehad. Ja, dus dat zeggen we wel dat we meteen een leuke klik hadden. Dus heel tof dat je er bent. Jij hebt een achtergrond bij de BSB. Dat was mijn eerste aanleiding. En ik denk, hey, dat is interessant om jou een keer uit te nodigen. Ja, jij bent inmiddels misschien ook wel bekend voor mensen, omdat jij ook op tv zichtbaar bent. Ja, sinds 20 november vorig jaar. Ja, leuk. Ik kwam zomaar ineens op mijn pad. Eigenlijk best wel een bijzonder verhaal. Ik was op een dinsdag in gesprek met iemand van RTV Drenthe over een totaal ander onderwerp. En we sluiten eigenlijk af en ik zeg, zou zo'n programma niet leuk zijn voor RTV Drenthe of voor RTV Noord? Ja, zo. Ja, werd hem niet. Nou, dus we sluiten het gesprek af. Een uur later krijg ik van een collega van mij een mailtje. Ze zegt, deze mail moet je even lezen. En daar stond, hey, wij zijn die en die, dat productiemaatschappij. Zou je ervoor openstaan om eens een dergelijk iets te doen? Nou, daar stond ik wel. Ja. En dat was, ik vond dat zo bijzonder. Ik dacht, nou, als dit zo bij elkaar komt, dan moet ik hier wat mee doen. Ja. Dus gereageerd, we hebben gebeld, gesprek gehad. En je doet dan op een gegeven moment een screentest. Nou ja, uiteindelijk goed genoeg bevonden voor een aantal testafleveringen. En ik mag blijven voor ons nog. Ja, dus ja, heel leuk. Ja, leuk. Ja, want ze hebben je natuurlijk gevraagd vanuit je achtergrond van de BSB. Maar je hebt daarna ook nog, je bent actief in de veiligheidssector ook. Ja. Het was met name zo, we zijn nu met z'n vieren. Het zijn 4-1-1-2 deskundigen, zoals ze dat daar noemen. Maar dat zijn 3 politiemensen. En ze hadden behoefte aan iemand erbij. En eigenlijk hadden ze het liefst iemand uit een andere bloedgroep. Nou ja, uiteindelijk werd dat een oud marechaussee. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is voor mij een compleet nieuwe wereld. Alleen dat vind ik al heel erg leuk. Dat je ergens weer eens instaat. Je bent 52 en je moet je weer eens ergens bewijzen. En gewoon weer een compleet nieuwe energie. En je weg weer zien te vinden. En ja, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, snap ik. Ja. Dus dat zit er nog steeds een beetje in. Hè? Want ik las ook al dat jij komt uit een ondernemersfamilie. Ja. En je hebt het BSB, daar gaan we het ook nog over hebben. Je daarna ook ondernemer geworden in die veiligheidssector eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat zit ook in je. Je wilt natuurlijk continu nieuwe dingen leren. En je weer uitdagen. En ja, klopt. Ja, toch? Ja, nee, helemaal. Dat vat je echt goed samen. Als ik kijk naar mijn leven tot op heden, ben ik gezegend dat ik heel veel dingen heb kunnen realiseren, misschien bijna alles heb kunnen realiseren, waarvan ik ooit droomde. En waar ik ooit een gedachte over heb gehad dat me dat leuk zou lijken. En nou ja, daar ben je toch, dan kun je alleen maar blij zijn. Hè? Dat is alleen maar mooi. Ik wilde vroeger of politieagent of militair worden. Nou, dienstplicht gedaan bij de landmacht. Na 2 weken was ik er wel over uit. Ik word geen militair. Nee. Maar goed, ik zat bij een club. Daar kwam de marechaussee nog wel eens langs. En toen dacht ik, hé, wat is dat? Ja, lang verhaal kort, uiteindelijk in 1993 bij de marechaussee gekomen.
Nee, want nou ja, ik ben dan natuurlijk benieuwd naar jouw geheim van hoe jij dat alles voor elkaar krijgt. Ja, ja. Maar laten we eens induiken van wie ben je dan? Want uit wat voor gezin kom jij en waarom had je dan die droom ook om militair te worden? Of wist je dat scherpschutters volledig onafhankelijk is? We hebben één sponsor, namelijk Upfront. We draaien verder volledig op steun van jullie, onze luisteraars en kijkers. Wil je ons steunen om deze podcast te blijven maken? Zorg er dan voor dat je op ons abonneert via Spotify en YouTube. Je kunt ook een eenmalige of maandelijkse bijdrage geven via PetjeAf, via de link in de beschrijving. En wil je iedere week gratis advies ontvangen over mentale gereedheid en presteren onder hoge druk? Meld je dan aan voor onze Scherpschutters nieuwsbrief. Ja, dat is wel een heel goede vraag. En of ik je daar een heel direct een antwoord op kan geven, weet ik eigenlijk niet. Ik kom echt uit een ondernemersgezin. Wij zijn echt een ondernemersfamilie, eigenlijk al eeuwenlang eigenlijk. Echt altijd in de handel gezeten. Mijn ouders, mijn voorouders, altijd in de handel. En ik voelde eigenlijk als kind, en dat kwam misschien ook, wij woonden boven de winkel. Onze keuken was de kantine. De zaak zat echt in de familie. En dus mijn vader was altijd in de zaak. Mijn moeder in het beginsel. Die is later wat anders gaan doen. Ik heb nog een zusje. Dus we waren met z'n viertjes thuis. Ik heb de goede dingen van de winkel meegekregen. Hè, want mijn ouders hadden dan een dames- en herenmodezaak. Maar ik heb ook zeker de keerzijde meegekregen. De moeilijke dingen. En ja, waarschijnlijk heb ik mij daar toch... dat ik dacht, dit wil ik niet of zo. Weet je wel? En ik heb het ook wel eens geroepen hoor. Ik neem nooit de zaak over. Nou, zeg nooit. En dan komen ze zo meteen nog op. Dus ik was echt als kind... Ik deed niets anders dan... Ik speelde militairtje bij wijze van spreken. Ik woonde midden in het dorp, echt in het centrum. Nou, er woonden verder geen kinderen. Dus ik moest er echt op uit in de andere wijken van het dorp. Ja, ik vond dat prachtig, jongen. Ik ging daar helemaal in op. Dus dat was echt mijn grote wens. Politieagent of militair. Nou ja, en... Nogmaals, ik kom uit een heel goed gezin verder. Ik ben prachtig opgegroeid in een rustiek dorpje Roden in Noord-Drenthe. Ik ben gewoon, ja, ik kwam niets tekort. Ik kwam echt niks tekort. Nederlands hervormd opgevoed. Is heel stabiel. Dus prima. Basisschool en de lagere school destijds doorlopen. Ik ben naar de MAVO gegaan. En uiteindelijk heb ik een middelbare schoolopleiding afgemaakt. Ja, en toen kon ik kon vervroegd in dienst. Ik denk, dat lijkt me wel wat. En dat was direct natuurlijk de serieuze casus van, hey, is het wat voor mij? Dus daar begon eigenlijk al voor mij, als je dan echt zegt, ga je de uitdagingen aan? Dat was voor mij eerst echt een uitdaging, echt een nieuwe wereld. En dat zullen misschien heel veel mensen herkennen die dienstplicht hebben gedaan. Je bent 18 jaar, je vindt jezelf best wel wat. Hè? Je bent heel lekker stabiel in je eigen omgeving. En in één keer sta je daar op een bushalte. Met de bus naar Groningen, met de trein naar... Ik moest naar Graven toe. Nou, ik vond dat een hele onderneming. En dan sta je daar in Nijmegen... Op dat treinstation, allemaal van die jongens die elkaar aankijken, zo'n grote tas. En ik vond het hartstikke spannend. Ja. Dus, maar goed, je wordt met z'n allen in zo'n vrachtwagen gegooid. En even later sta je op een kazerne. En ik dacht in eerste instantie, weet je wat, dit is wel altijd wat ik wilde. En, maar joh, ik kwam in een club terecht. Ik dacht, wat heb ik hier om handen? Wat een volk. Ik zag lui, denk ik, maar dat zou een beetje normaal. En de andere kant dacht ik, oh man, wat is dit? Ik zat echt midden in de maatschappij. Ik heb uiteindelijk een hartstikke goede tijd gehad. Ik kan echt gewoon zeggen, ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb de maatschappij gezien. En dat heeft mij ook nu, als je het even direct naar nu gaat... Ik ben ook een groot voorstander van een sociaal-maatschappelijke dienstplicht. En omdat ik gewoon heb gezien wat het doet... Dat je elkaar leert kennen, dat... Die persoon waarvan jij dacht van, nou joh, wat is dat voor randebiel? Dat gewoon ook een leuke gast kan zijn. Die je ook kan helpen. Dus ik heb daar heel veel geleerd. En nou, toen kwam ik zat echt mooi tussen twee schooljaren in. Dus ik kwam dienstplicht uit. Maar ik wist na 2 weken wist ik wel,
Militair worden word ik niet. Dit is echt niks voor mij. Dus dat was een mooie les. Maar, kan je eens omschrijven wat die weerstand op het militaire dan was? Waar zat dan dat in? Ah jongen, ik had het veel te veel geromantiseerd. Daar komt het gewoon op neer. Je bent gewoon, je romantiseert dat. En in één keer lig je daar in de grond, ja. In een bos. En ik, dat kende je natuurlijk helemaal niet. Dus ik kwam echt van een koude kermis thuis. Nou, langzamerhand kwam het wel goed hoor. Maar ik wist wel, ik word geen beroeps bij in het leger. Dus ik ben teruggegaan naar school. Ik heb een poging gedaan om de HO te doen. Nou, dat was gewoon een verkeerde keuze. Kan ik achteraf gewoon zeggen, ja, ik had gewoon moeten doorzetten. Was misschien beter voor mij geweest, weet ik niet. Maar goed, gaandeweg mijn periode op de HO. Ik had ooit eens een keer zo'n bonnetje ingevuld van zo'n panorama of nou ja, noem maar een revue. En werd ik uitgenodigd voor een keuring bij de Marseille. Toen dacht ik, hé, maar die was ik in mijn diensttijd al eens een paar keer tegengekomen. Omdat er bij ons van alles en nog wat gebeurde. Ik denk, hé, dat is wel interessant. Dat... En waar zit die aantrekkingskracht daar dan in? Want waarom dan geen politie en wel maar een regisseur? Nou, ook... ik denk dat het ook een beetje kwam. De politie zocht op dat moment, laat ik maar zo zeggen, niet mij. Jonge, blank. Ja, daar lag de voorkeur gewoon niet. Er lag voorkeur bij anderen. Dus ik kwam gewoon niet in aanmerking om bij de politie. Ik had wel gesolliciteerd, maar ik werd gewoon niet eens opgeroepen voor een keuring. Dus die weg sloot zich. En in één keer krijg je dan dat briefje. We nodigen je uit voor een keuring. Nou, toen dacht ik, dat vind ik interessant. Dat stap ik in. Dat ga ik doen. Ja, en dan in één keer kom je in zo'n selectieprocedure. En dat duurt een half jaar, elke maand een keuring. En ik kwam steeds verder. En in één keer zit je daar voor zo'n aanstellingscommissie. 5 van die hoge officieren. De koningin die kijkt op je neer. Het was een gesprek van 5 minuten. Toen zei ze, wacht maar even op de gang. Ik denk, nou, dat kan nooit goed zijn. Dat ging heel snel. Ja, dat ging wel heel snel. Ik mocht terugkomen. En zei, je bent aangenomen. Voor onbepaalde tijd. En ik weet nog heel goed. Bij ons thuis was altijd onzekerheid. Hè? Het ondernemersbestaan is onzekerheid. Ik dacht, ik ben klaar. Ik heb gewoon een baan voor het leven. Mijn pensioen is geregeld. Het was op dat moment een beetje een onzekere economie. Ik dacht, hier stap ik in. Nou, minimaal dienstverplichting 6 jaar. Dus ik ben naar de Marseille gegaan in maart 1993. In opleiding gegaan. 2 jaar opleiding gedaan in Apeldoorn. Wachtmeester geworden. In die rang ga je er dan uit. En dan ben je algemeen opsporingsambtenaar. En dan ga je naar Schiphol, in mijn geval. En ik kwam daar in de politiedienst te werken. En ik, vanwege de rang en de opleiding die je hebt gehad, werd ik dan plaatsvervangend groepscommandant. Als broekje van 22, 23 jaar. Ja, en daar leer je gewoon heel veel. Schiphol heeft dat is zo'n dynamiek. En dat is zo'n, zeker de dynamiek tussen veiligheid en economie. Dat botst elke dag. Maar ik heb daar een ontzettende leuke tijd gehad. Ik zat in een heel leuke groep. Ik kwam in een wereld terecht met Amsterdamse taxichauffeurs en directeuren van vliegtuigmaatschappijen. En noem maar op, joh. Het was zo'n enorme dynamiek. Ik vond dat echt heel erg leuk. Ik heb daar echt een heel goede tijd gehad. Ja, en dan, maar ja, weet je, die Marseille in die tijd was toch wel een iets andere organisatie dan het nu is. Toen was het echt nog zo'n... Primair had je de kleine landsbrigades. En was het nog echt die militaire politie. En dat kende ik natuurlijk helemaal niet. Ik zat op Schiphol. Daar werkte, weet ik veel, toen 1200 Marseillais of zo. Ik dacht, ik moet dus wat meer zien van de Marseillais. Er kwam een reorganisatie, want ik ben een van de eerste Marseillais, zeg maar. De politie had Schiphol overgedragen aan de Marseillais. En dat was zo'n rijksbesluit. En ik dacht, ik moet meer zien van de Marseillais. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga wel weer terug naar het noorden. Dat leek me wel leuk. Dus ik ging naar de brigade Zoutkamp. Ja, dat was even anders. Ik zie het al. Ja, het was echt werk nul. Maar wel heel leuke collega's. Dat was echt
Hartstikke leuk. Ik heb daar met veel. Ik heb ook daarom wel met plezier gewerkt. Maar ik moest daar echt zelf wat van maken. Want eigenlijk, het kopieerapparaat draaide meer voor de tennisclub en voor de biljartvereniging dan dat het iets voor de baas deed, zeg maar. En er was gewoon heel weinig werk. Hè? Je hebt daar zo'n oevergebied. Wat was jullie taak dan? Ja, primair politietaak. En militaire politietaak. Maar er was daar niet zo heel veel te doen, joh. En er was zo nu en dan, zo'n oevergebied bij Lauwersoog, Lauwersmeergebied. Dat was toen net een beetje geopend. We kwamen langzaam daar wat legereenheden te oefenen. Nou, daar moest je dan soms eens een keer naartoe. En mijn officiële taak was dat ik opstappen was van het Rijksvaartuig, wat daar dan ook voer. Nou, ik ben zo nu en dan een keer mee geweest de zee op en dat vond ik hartstikke leuk. Maar primair militaire politietaak. Maar ja. Er was toch niet zoveel te doen. En we hadden, en dat moet ik wel zeggen, briljant 24 uur diensten. Dus dat was, je draaide 24 uur. Je sliep s'nachts van 11 tot 7. En de volgende ochtend om 8 uur ging je weer naar huis toe. En dan was je anderhalf dag vrij, omdat het zo'n zware dienst was. Met je brandweerprincipe. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ze daar ooit vanaf zijn gestapt. Dat was een perfecte dienst. Ik ben toen eigenlijk echt wel, want ik was echt de jongste. Maar ik was ook echt een vreemde eend in de buiten. Ik was een van de nieuwe opleiding die daar binnenkwam. Ik was veel te actief. Ik wilde veel te veel. Ik ging de stad in. Voor mij is dat dan Groningen. En ik kwam daarin op ontdekkingsreis. Dus ik kwam in contact met politieagenten. En we in één keer begonnen. De banden werden weer aangehaald tussen de Margezee en de politie in Groningen. En we gingen weer samen controles doen. En we reden samen. Samen in de politieauto. En op onderweg op meldingen en rijden. Ja, dat ontstond echt een leuke samenwerking. En er kwamen steeds meer collega's. Jonge collega's van Schiphol kwamen erbij. Ja, die gingen ook mee in die flow. Ja, en dan komt er een moment. Je moet het je zo voorstellen. Het was toch een beetje een vastgeroest gebeuren daar. En ik had door mijn manier van handelen, manier waarop ik dingen deed, mijn energie die ik kwijt wilde. En ik wilde leren, ik wilde dingen beleven. Dat paste daar niet helemaal. Dus ik kan me echt het gesprek nog zo goed herinneren. Ik moest bij de brigadecommandant komen. Een kapitein. En die zat daar op zijn bureautje de krant te lezen. Zoals dat daar altijd al ging. En ik moest gaan zitten. En hij zegt tegen mij, hij trekt een la open. Hij haalt daar een stencil uit. Hij zegt, ik wil dat je dit leest. Nou, dus ik ga dat lezen. En dat was gewoon zo'n vacaturetekst. Er waren vacatures bij de BSW. En hij zegt tegen mij nadat ik het gelezen had, want normaal gesproken moet je dat als aanplakken in de gang. Want iedereen moet erop kunnen reageren. Ik wil dat jij daarop solliciteert. En toen nam hij weer terug, legde hij weer in zijn la neer. Ik zo, nou, ja, dat leek me wel wat. Ik had er inmiddels al natuurlijk wat van gezien en van gehoord. Dus ik denk, ja, dat moet ik doen. Dus ik heb gereageerd. En ik geloof dat in maart 1997 ben ik in de opleiding terechtgekomen. Was dat toen ook al in Soesterberg? Ja. Ze waren eigenlijk net verhuisd. Ze zaten op het oude Amerikaanse deel. En binnen dat deel zijn ze ook nog een keer verhuisd. Ja, en de opleiding gedaan. En ik ben op een gegeven moment ingestroomd in de persoonsbeveiliging. En daar ben ik eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk alleen maar persoonsbeveiliging en de opleiding gedaan bij de BSB. Dus ik heb daar gewoon ook daar weer, en daar val ik in herhaling, maar ook daar zo vreselijk veel geleerd. Omdat je werkt met zoveel interessante mensen, met zoveel opdrachten die ertoe doen. Je moet iets representeren. Het is serieus werk wat je aan het doen bent. En dat werd op een gegeven moment ook steeds internationaler. Ja, dat was voor mij echt leuk. Hey, want was dat voor jou dan? Dat is natuurlijk al lang geleden, maar je hoeft niet helemaal precies in de nitty-gritties van die opleiding. Maar ik kan me toch voorstellen, oké, je bent dan actief in het noorden en dan moet je toch weer de stap maken. Ja. En dan ga je naar Soesterberg. Hoe ging dat toen de tijd? Kijk, tegenwoordig zijn natuurlijk ik krijg natuurlijk heel veel van die gasten op de lijn en iedereen is er heel serieus mee bezig. Mensen weten vaak ook al heel veel eigenlijk, hè, voordat ze starten tegenwoordig.
Meer in onze tijd was dat natuurlijk wat minder. Hè? Absoluut. Dus je ging maar gewoon. Ja. Maar wist jij wel een beetje wat er van jou verwacht werd? En heb je je daar specifiek op voorbereid? En kan je daar nog iets van herinneren? Was je extra gaan sporten? Of heb je extra dingen gedaan? Of... Ben ik extra gaan sporten? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Want ik sportte eigenlijk al wel regelmatig. Ik was al best wel redelijk fit. En wat wist je ervan? Ja, je zag ze wel eens. Met name op Schiphol zag je die jongens dan aankomen rijden en in de kantine even een broodje doen. En ja, dat vond je dan interessant. En daar moest je het eigenlijk een beetje mee doen, want er was geen YouTube. Nee. Nee. Dat was op de brigade Zoutkamp, daar werkte iemand. Die had daar ook een tijdje bij de BSB gewerkt. Ja, daar kon ik er goed mee vinden. Die vertellen dan verhalen. Ja, dat is waar je het mee doet. En vervolgens stap je in de auto en dan ga je daarheen voor selectie. Ja, en dan is dat gewoon super spannend eigenlijk. Dan kan je nog iets herinneren van die selectie? Wat heeft bij jou echt indruk gemaakt? In dat selectieproces of in die opleiding? Iets wat je denkt, oh ja, dat, ja, ik weet nog wel dat we dat moesten doen of dat we iets meemaken. Ja, ja, niet zo heel veel specifieks, maar wel dat je bepaalde skills gelijk. Ik vond wel direct, je ging wel direct next level. Je kwam wel direct dat je echt dacht, oh, dit is wel even serieus. Dit is wel serieus, weet je. De manier waarop je bijvoorbeeld op de schietbaan ging staan. Je schietoefeningen. Het autorijden. Ik had het idee dat bij wijze van spreken twee stapjes miste. Het was wel, dat is me wel heel erg bijgebleven. En dat was ook wel in de selectie zo, dat de gesprekken, de directheid, de doordringende, het jou doen laten beseffen, waar begin jij aan? Weet je wel waar jij aan gaat beginnen? Dat vond ik wel, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. En later in de opleiding ook de enorme, wat ik wel, want de BSB stond binnen de Marge toen best wel, ja, weet je, dat stond niet heel erg goed bekend. Dat was toch een beetje een aparte club en die deden maar wat. En nou, weet je, vrij buiters. Dat laatste klopt wel trouwens. Maar ik heb in de opleiding met name heel veel collegialiteit ervaring. Echt, dat zij waren echt bezig om jou een van de hunnen te maken. En dat was een beetje nieuw voor mij. Ik was militaire instructie een beetje gewend. Natuurlijk met de landmacht in dienstplicht en 2 jaar opleiding op het opleidingscentrum. En dat zat toch een bepaalde afstand dan tussen de instructeurs en tussen de club. En hier was het, hey, ja, je zit met een, ik geloof dat wij met een mannetje of 14 of zo waren. Zij waren van meet af aan, ik vond het heel geciviliseerd bij wijze van spreken. Ze waren ook bezig om jou een beetje uit dat militaire te halen. En dat sprak me heel erg aan. Maar met name waren ze echt bezig. En er waren ook best wel veel operationele jongens die even bijsprongen in een opleidingsfacet. Maar dat ze jou een van hun wilden maken. Dat vond ik, dat heb ik heel, heel bijzonder ervaren in die tijd. Ja, en voor de rest, wat ik zeg, ja, de dingen die je doet, dat is gewoon echt, dat gaat zo rap next level. Oh. En dat is nu wel anders. Want je wordt natuurlijk nu ook binnen de landmacht, of er zijn bij de BSB is op een gegeven moment een hele stroming ontstaan vanuit horizontaal. Hè? Dus vanuit de landmacht of vanuit de marine, dat mensen horizontaal de BSB instromen. Dus die kwamen natuurlijk al met een heel ander rugzakje, kwamen die al binnen. Ik was gewoon een normale muizenzee met een klok een beetje kon schieten. Maar ik was niet gewend wat daar gebeurde. En nou, dat vond ik wel... Ja, mooi. Goed om te doen. Ja, ja, want jij bent daar dus opgeleid als persoonsbeveiliger. Ja. Hè? Dus dat kan je omschrijven, wat is dat eigenlijk? Hè? Dus we hebben dat in deze podcast natuurlijk wel eens vaak over gehad, maar vanuit jou, door jouw bril. Ja. Okay, wat is nou je taak en hoe ging jij anders naar de wereld kijken door die opleiding? En ja, wat was jouw focus? Voorbereiding. Alles zit in voorbereiding. Als je een goede voorbereiding hebt, dan heb je ook een goede uitvoering. En dat je goed doordrongen bent van je taak. Waarom ben je daar? En wat wordt er van jou verwacht? En het mooie bij de BSB is dat je best wel al snel, je wordt er wel wat in opgeleid, maar al heel snel. Ze zeggen gewoon op het moment dat je van die opleiding afkomt,
Je hebt de opleiding gedaan, dus je kunt het. Succes, hier is je eerste klus. En die vrijheid ook van handelen. Als je nou een opdracht hebt in Nederland of je hebt een opdracht in het buitenland. Je ging of alleen met z'n tweeën ging je zaken voorbereiden. Maar altijd goed voorbereiden. En dat je weet wat je moet doen. Weet waar ga je naartoe. Waar kom je eventueel in terecht. En dat je alle scenario's hebt uitgedacht. En dat je dat goed brieft met je mensen. Dat je een team bent. Want dat heb ik ook altijd wel zo gevoeld. Of het nou in Den Haag was. Of het was in Maastricht bij de NAVO gebeuren. Of het was in het buitenland ergens. Het is jouw clubje tegen de rest. En dat vertrouwen op dat clubje, op jouw skills, op jouw procedures, op jouw kennis en kunde en die van jouw collega's. Dat samen, die energie, ja, daar heb ik daar heel erg geleerd. En dat je nooit opgeven. Gewoon niet opgeven. Gewoon, er is altijd ergens weer een mogelijkheid. Of ergens kun je naartoe. Ja, dat vond ik wel bijzonder. En wat, kijk, dat groepsgevoel, hè, wat je eigenlijk mooi omschrijft, gecombineerd met die, wat ik je ook hoorde zeggen, dat het vrijbuiters zijn. Ja. Kan je daar eens wat meer op uitdiepen? Wat betekende dat dan? Hè? Nou, eigenlijk ben ik dat laatste, dat ben ik eigenlijk pas, nou ja, de afgelopen jaren, wat door de dingen die er gebeurd zijn en hoe ik daarna heb gekeken en op gereflecteerd heb en de informatie die je krijgt. Op een gegeven moment ga je ook een spiegel voor jezelf voorhouden. Wie ben ik nu eigenlijk? En ik kwam eigenlijk voor mezelf tot de conclusie dat ik eigenlijk een soort van non-conformist ben. Toch best wel een vrijbuiter. En ik begon het in één keer terug te zien bij heel veel oud-collega's van de BSB. Dat het eigenlijk best wel vrijbuiters zijn. En ik denk dat heeft zin, omdat je avontuurlijk bent. Omdat je, ik heb het jou ook wel eens een keer in een podcast horen zeggen, dat je, of dat het besproken is hier, maar er ligt een opdracht. Het is nooit eerder gedaan, maar we willen wel graag dat wij dat gaan doen. Wij hebben die opdracht gekregen. Succes. Ja. Hier liggen tickets en je wordt dat vliegtuig en ga maar. Nou, dan gaat mijn lichtje meteen aan. Ja, ja. Bij mij ook. Ja, en dat is echt zo. Wij spreken, het is net het Gallisch dorpje. Je vecht elkaar, als het rustig is, de tent uit. Maar du moment dat er wat gebeurt, dan staan we in één keer met z'n allen naast elkaar en dan willen we. Ja. Hè? En die energie, dat vond ik wel heel mooi. Maar ik herkende in één keer best wel dat veel van die jongens, en dat zullen niet allemaal zijn, maar veel van die jongens, daar zit toch een beetje dat non-conformisme in. Dat vrij buitenachtige gedrag, dat op avontuur willen. En ik denk dat jij dat ook wel herkent vanuit jouw verleden. Ja. Ik denk dat meer, ook bij het KCT die zullen dat ook herkennen. Ja, dat, ja. Wat ik benieuwd ben, nu we het hier toch over hebben, wat jouw ervaring daarop is, is, nu je dat zo zegt, ik ben het daarmee eens, ik denk dat ook klopt. Zeker in die specialere clubjes, dat percentage van dat soort precies types dat dus toeneemt. Ja. Heb jij een verschil gevoeld tussen, kijk, je hebt die verbondenheid daar, doordat je natuurlijk samen met die club zit, maar vervolgens verlaat je de dienst. Ja. En dan kom je elkaar ook nog wel eens tegen. Maar dan is de dynamiek wel anders. Want dan zijn het ook, dan komt ook wel weer dat competitieve naar boven. Wat je ook wel eens hebt onderling en zo. En is die verbondenheid voelt buiten de poort wel anders dan binnen de poort. Ervaar jij dat ook? Tijdens de dienst of dat je echt de dienst hebt verlaten? Echt de dienst verlaten. Ja. Het verschil tussen hoe heb jij... Ja, kijk, binnen een moment dat je... Mijn tijd binnen de BSB, dan had je natuurlijk dat competitieve. Dat zit daar heel sterk in. Als een rondje om de basis werd gelopen en er was een goede loper bij, dan hoefde je elkaar alleen maar aan te kijken en dan ging die er even vandoor en dan ging die er even, want je wilde diegene een stuk lopen. Precies. Dat. En of het nou de mat was of met auto rijden, dat was altijd. En op het moment toen ik kan me nog wel heel goed herinneren, want ik ben heel bewust weggegaan. Ik had daar echt een bepaalde gedachtegang over. Maar toen ik daar weg was,
toen miste ik dat enorm. Ik miste dat enorm. Dat je dat competitieve niet meer hebt. Je bent eigenlijk in één keer, ik heb het best wel ervaren als alleen. Je staat in één keer in die burgermaatschappij en je moet het nu zelf doen. Dat was voor mij wel. En ik had toen best wel een bijzonder jaar gehad. Het was 2005. Ik was, dat is eigenlijk mijn dieptepunt geweest. Gescheiden. Want ik leefde eigenlijk, ja, ik leefde voor defensie. En ik had er een relatie en een huwelijk met kinderen. Ja, had ik er ook bij, zeg maar. Maar ik leefde gewoon vol voor de BSB. Vol. Dat is mij pas een aantal maanden later duidelijk geworden. Toen ik wat professionele hulp heb gezocht en gekregen. Maar ik was zo daarmee bezig met. En dat je dat competitieve, daar hou je dan kennelijk van. En dat miste ik enorm. Ja, dat vond ik wel lastig. Kijk, en op het moment dat je bij de BSB of bij de Marseillais weggaat, je gaat echt de poort uit. En je bent dus ook niet meer die algemene opsporingsambtenaar. In één keer word je ook niet meer gekend, gehoord in dingen die spelen. Daar waar je voor de poort nog, wij spreken, één van de opsporingsambtenaren en dus toegang hebt tot bepaalde informatie. In één keer leef je daar pasje in en dan ben je er echt buiten. Je bent nog wel één van de club, zo voelt dat wel, maar er kunnen bepaalde dingen niet meer met jou gedeeld worden of besproken worden. En dat was binnen de BSB sowieso, vond ik altijd wel echt op need-to-know basis. En dat vind ik ook buitengewoon professioneel. Maar goed, je bent wel opsporingsambtenaar. En dat ben je dan in één keer niet meer. En dat was wel conform van leegte. Ondanks, nogmaals, ik ben heel gemotiveerd weggegaan. En de motivatie die ik destijds voelde, dat voel ik nog steeds. Dus ik zou ook niet meer terug kunnen. Nee. Nou, ik hoor allemaal dingen die mij natuurlijk heel erg herken. Ja, als soort herkenning, als ik mezelf hoor praten. Mm-hmm. Zelfs het jaar, weet je, ja, dus ik heb allerlei vragen over dit proces. Ja. Dus ik vind het leuk om daar... Ja. Interessant om daar even wat verder op in te duiken. Maar voordat we dat doen, wil ik even het stukje BSB afsluiten met een laatste vraag. En dat is eigenlijk, als je zo terugkijkt naar jouw carrière, is er nog iets voor jou waarvan je denkt van, ja, dat was voor mij wel echt kenmerkend, een zaak of iets wat je hebt gedraaid, waarvan je denkt, ja, dat vond ik toch wel echt bijzonder om te doen, of heb ik een bijzonder gevoel aan overgehouden. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Upfront. Upfront heeft een Nederlandse standaard van functionele voeding gecreëerd. Door alle ingrediënten en voedingswaarden op de voorkant te zetten. En alleen ingrediënten te gebruiken waar ons lichaam ook echt iets aan heeft. Geen bullshit dus, maar voeding geoptimaliseerd voor prestatie van alle sporters. En voor alle militairen onder ons, Upfronts eiwitrepen zijn nu ook te vinden in alle Paresto kantines. Ja. Ik ben in een gelukkige omstandigheid geweest dat ik eigenlijk bijna mijn volledige tijd daar operationeel heb gewerkt. Dus ik heb heel veel dingen gedaan. Maar er is één opdracht bij geweest. En dat is ook direct de opdracht geweest waardoor ik ben veranderd in gedachten, zeg maar. En dat was voor mij de trigger ook, waardoor ik ook uiteindelijk ben weggegaan. De BSB werd op een gegeven moment gevraagd om voor Nederlandse ambassades dingen te gaan doen. En Nederland was in één keer, voelde zich toch wat kwetsbaar. En het was eigenlijk het hele, en dat zeg ik wat gechargeerd, maar het veiligheidsbeleid voor de Nederlandse ambassades, daar was amper aandacht voor. Het was eigenlijk een houtje touwtje gebeuren. Dus er werden wat ambassades. Algerije was een van die ambassades bijvoorbeeld. Nou, daar gingen we dan als team, zaten we daar. Maar in één keer kreeg je eenmansuitzendingen. En ik ging naar Athene toe. Griekenland, vakantieland. 2001. Ik kom daar op een ambassade te werken in mijn eentje. Ik woonde midden in de stad. Fantastisch appartement, fantastische plek. In de diplomatieke wereld van buitenlandse zaken. En je bent gewoon wachtmeester 1. Gewoon onderofficier. En dan ben je in één keer ben jij verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid. Nou vind ik netwerken heel erg leuk. Dus dat ging me wel aardig goed af. En ik begon gelijk eigenlijk, ja, dat veiligheidsnetwerk wat door mijn collega, die er als eerste daar was, al wat was opgezet. Maar dat was überhaupt een nieuw fenomeen, dat je als in je eentje werd uitgezonden als onderofficier. Ik door het netwerken bouwen, kwam ik
Er speelde daar namelijk een casus. De BSB was daar naartoe, in dit geval naar de BSB, maar dat had misschien ook een andere in het geweest kunnen zijn. Is daar naartoe gegaan omdat in het jaar daarvoor er een Britse brigadier was geliquideerd op straat. En dat had alles te maken met een terroristische organisatie die daar al 25 jaar actief was. En dat was de revolutionaire organisatie 17 november. Nou, die bracht ook allerlei proclamaties uit. En die hadden inmiddels al 25 man of 26 Griekse bankiers, Amerikaanse militairen. Maar dit was de eerste Brit. De FBI, de CIA, die zaten al decennia daar onderzoek te doen. Alleen de Amerikanen, ik weet niet hoe het nu is, maar destijds waren die niet heel geliefd, want die hadden het kolonelsbewind gesteund. En de Grieken zijn ook absoluut wat dat betreft niet heel erg gezagsgetrouw. Die gaan ook vooral hun eigen gang. En dat waardeer ik ook wel in het volkje. Maar nu was er een Brit vermoord. En daar waren de Amerikanen zeiden van, maar this is the way we're gonna do it. En die Grieken moesten maar wat volgen. Er werd heel veel geld ingepompt. Zeiden die Britten, die kwamen daar met een onderzoeksteam van Scotland Yard. Oké, jullie gaan het onderzoek doen, Britse politie, maar wij gaan jullie helpen. We gaan jullie trainen, we gaan jullie coachen, maar jullie gaan het doen. En zo kwam ik in contact. Ja, weet je, ik kan daarover wel blijven vertellen hoe dat soort contacten gaan. Maar ik kwam op een gegeven moment dus steeds dieper terecht in dat onderzoek naar die revolutionaire organisatie 17 november. En nou is het grappige, in de weekenden ging ik wel eens naar een heel klein eilandje toe. Dat heette Agistri. Totaal onbekend in toerisme, maar op 1,5 uur varen van Athene. En dat was wel leuk om daar een beetje te ontspannen. En dan kwam ik best wel regelmatig. En vlakbij het hotelletje waar ik zat, daar zat een soort van, ja, daar leefden wat van die alternatievelingen in tenten. Maar goed, ik kwam dus steeds verder in dat onderzoek terecht. En we moesten de Griekse politie trainen in persoonsbeveiliging. En we deelden informatie, et cetera. Dat was sowieso een heel mooie opdracht. Maar dat je op een gegeven moment dat je jezelf terugvindt in een woning. Jij als wachtmeester 1. En daar zit dan iemand van Scotland Yard, de CIA en de FBI. En jij bent uitgenodigd om te. Hé, Bart, kun jij nou zorgen dat die Duitsers, daar willen we eigenlijk wel contact mee. Daar heb jij goede contacten mee. Die willen we er gewoon graag bij hebben. En dat je in één keer in die setting, en dat, nou, dan heb je het over de CIA-man, dat was de baas van Zuidoost-Europa. En de, van Scotland, ja, dat was echt een van de, nou ja, zeg maar topgeneraals van die organisatie die daar werkte. Ik zag me daar op een gegeven moment daar gewoon zitten als jongen. Weet je, je bent 31 jaar. En ze namen jou serieus. En zij keken niet wat erop, want je liep in burger. Je werd gewoon beoordeeld op wie ik als persoon was. En ik was natuurlijk gewend. Je werd eerst op je schouder gekeken. Als er twee streepjes, dan kan niet veel zijn. Dus die nemen we niet zo serieus. Hè? En als er een paar sterren en balken, ja, die gaan we serieus nemen. Dat was voor mij, hey, die energie dat ik werd gezien om wat ik zei, om wat ik dacht en wat ik kon, dat was het breekpunt. Toen ik daarvan terugkwam, toen heb ik nog ook een heel mooie opdracht gedaan. Eigenlijk ja, van dezelfde schoonheid eigenlijk. Maar ja, als je dan een opdracht krijgt om met z'n tweeën naar Pakistan te gaan, naar de ambassade daar, om daar een tweetal af te lossen. Maar eigenlijk tijdens de vlucht, op het moment dat je landt voor een tussenstop in Dubai, krijg je te horen van ja, die twee collega's die zijn inmiddels al door naar Afghanistan. We moeten daar een ambassade gaan opzetten. Vlieg nu zo snel mogelijk naar Islamabad. Regel een vlucht. Kijk maar hoe je het regelt. Maar je moet echt zo ZSM naar Kabul toe. Nou, dan heb je het over januari 2002. Ja, natuurlijk. Super. Ik ging er met die collega onderweg nog een noodlanding gehad in Karachi. En we komen daar in Islamabad. En we zijn zo snel mogelijk op zoek gegaan naar een vlucht van de VN. En 3 dagen later zat je in Kabul. En waren we daar met z'n tweetjes. Ze stonden we daar op een koude luchthaven. En hoe komen we nu bij de ambassade dan? Ambassade, ja, we hadden gewoon een huis gehuurd. Gewoon midden in de stad een huis gehuurd van een of andere warlord. Dus dat was ook een heel mooie opdracht. Maar even terug naar Athene. Athene is voor mij echt de opdracht geweest waar ik dacht van, hey, ik zit nu gewoon echt in de top van opsporing
en elimineren van terreur. En dan even dat afsluitende. Jaren later wordt uiteindelijk het chefje van die club wordt wederom opgepakt. Die was al een paar keer aangehouden. Die werden dus elke keer weer te ontsnappen. Er was natuurlijk allemaal omkoping en noem maar op. Maar nu hadden ze hem te pakken. Waar vinden ze hem? In het tentenkamp. In het tentenkampje. Gewoon, ik heb misschien wel op 100 meter afstand of 200 meter afstand van die gast. Ik ben misschien wel aan hem voorbij gelopen. Bijzonder, hè? Ja, nou, dat vond ik echt. Nou, dus dat, als je nou echt zegt, die opdracht, dat is echt wel bijgebleven. Dat is waar alles samen kwam. En, ja. En hoe is dat dan een breekpunt? Want ik kan me voor, ik kan hem wel een beetje invullen, hoor, maar ik ben even benieuwd naar jouw uitleg daarover. Want zoals ik het zie, kan dat twee kanten uitvallen. Want aan de ene kant is het natuurlijk een soort van het moment supram waarop jouw meesterschap in het vakgebied waarin jij zit soort van samenkomt. Je hebt heel veel effort ergens ingestoken. Je bent daar. Ja. Je krijgt het vertrouwen van belangrijke mensen, van de CIA. En je bent daar dan dus goed in iets wat je doet. Ja. En je wordt ook gezien voor hetgene wat je doet. Ja. En je hebt invloed in hetgene wat je doet. Ja. Dus dat zijn allerlei omstandigheden die eigenlijk vaak ingrediënten zijn voor purpose, voor het gevoel van ik wil hier zijn. En hoe komt dat dan samen tot een breekpunt? Ik denk dat samenkomt tot een breekpunt dat je niet, daar wordt iets gevoed, zeg maar. Hè? In die opdracht wordt iets gevoed. Je wordt erkend. Vervolgens kom je terug. En toen kwam ik in een opleidingsgroep terecht. En ik organiseerde. De breekpunt zit misschien meer in wat er daarna gebeurde. Ja. Ik organiseerde een eindoefening. En voor een persoonsbeveiligingsopleiding. En we probeerden het altijd zo reëel mogelijk te maken. Maar wat we nog niet eerder gefixt hadden, dat was. En ik had die Scotland Yard generaal, zo noem ik hem maar eventjes. Keith Weston heette die. Die had ik uitgenodigd. Ik zei, kun jij echt vanuit Engeland naar hier komen? En dan word je 3 dagen lang door onze club beveiligd. Nou, hij zei, dat kan wel. Ik moet toch naar Europol toe. En we kunnen gewoon. En ik zei, je vult je programma maar in zoals jij die wil draaien. Wat je hier moet doen. En wij begeleiden je gewoon die 3 dagen. Dus we hadden voor het eerst eens een keer echt iemand die echt vanuit een vlucht aankwam. En we simuleerden dat altijd. We kwamen wel tot aan de gate. Maar nu hadden we echt iemand. Dus het ging helemaal voor het echie. En we draaiden 3 dagen lang een prachtige oefening. De leiding van de BSB wist dat. Wist wie ik had uitgenodigd. Althans, ik had ze daarover geïnformeerd. Toen kwam ik terug. En we sloten de oefening af op de brigade in Soesterberg. En we zitten daar met z'n allen in de kantine. En dan is het te doen gebruikelijk dat die VIP vertelt wie die is. En deze man die vertelt dat. Maar goed, ik kom daar en er is gewoon niemand van de brigadeleiding om deze man te verwelkomen. Dat vond ik, want ik wist wie het was. En daar was ik enorm teleurgesteld over. Want het was natuurlijk een wachtmeester 1. Die had dat georganiseerd en allemaal leuk en aardig. En we deden het altijd met schoonvaders en noem maar op. Weet je wel, een beetje op dat niveau. En er was helemaal niemand. Totdat er een officier kwam, bij toeval, in de kantine. En die hoort wie hij is. Ja, paniek alom. En toen was het te laat. En toen dacht ik, nou ben ik er klaar mee. Dit is dus hoe het werkt. En, dus waar is de breekpunt? Misschien, dat is gegroeid in Athene. En dat is gebroken op het moment dat ik die eindoefening. Kijk, het is natuurlijk interessant, omdat dit allemaal samenhangt met. Kijk, ik heb dezelfde dynamiek doorlopen. Laat ik het zo zeggen. Ik had na Afghanistan, dacht ik, nou dan ga ik daarna naar de SF. Hè. Dus daar heb ik Marshof gedaan. Dan dacht ik van, dat is dan de next level. Maar dat werd nooit de next level. Voor mij was Afghanistan op een hoger niveau qua meesterschap. Van echt dat er echt vertrouwen wordt gegeven. Van, ja, ga maar daarheen en ga het maar regelen. Ja. Ten opzichte van binnen een SF-club, in een structuur in Nederland. Ja, nog steeds een hele mooie tijd gehad, mooi werk gedaan. Maar voor mij was het wel eens gek. De meeste mensen zien dat als een step-up. Voor mij was het eigenlijk gevoelsmatig
een level naar beneden. Dus ik herken een beetje die dynamiek ook. Mm-hmm. Dus mijn vraag is eigenlijk dat ik denk dat het vrijgevochtenheid van het type wat jij bent, dat daar natuurlijk een heel groot afbreukrisico zit in zo'n organisatie, ja, waarin je dan dus vrijgevochten jongens hebben die heel veel waarde hebben, vervolgens zelfstandig op pad worden gestuurd, maar vervolgens weer terug moeten in dat uniform, meer, ja, dat gaat niet. Ik nee, zie dat is heel lastig. Dat was voor mij ook echt heel erg lastig. Kijk, de BSB is een club. Je bent eigenlijk met kleine clubjes, je bent steeds met opdrachten bezig. In alle vrijheid. Je werkt in de civiele wereld, primair. Je bent met je eigen clubje. Je hebt totaal niet het idee dat je onderdeel bent van het ministerie van Defensie. En zeker als je dit soort opdrachten gaat doen, waarin je heel veel verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld, waarin ook wat van jou wordt verwacht. Je wordt ook gewoon afgetikt. Een ambassadeur tik je echt wel op je nek als jij iets niet fixt of iets fout doet. Dus het is echt op een serieus niveau werken. Ja, en als je dan terugkomt en je gaat bijvoorbeeld, en dat wilde ik ook wel graag hoor, in de opleidingsgroep terechtkomen. En ook wederom heel veel geleerd, prachtige tijd gehad. Maar je gaat weer terug dat uniform in. Je gaat weer terug dat, ondanks dat die BSB echt wel een vrije club is, ja, het is toch een militaire organisatie. Je wordt toch weer die wachtmeester 1. En dat is, ik denk, waar we hier de energie overeen komen, is dat je daar op dat moment, ik vond dat heel erg lastig. En ik werd ook, ik denk ook voor de organisatie, voor de mensen met wie ik samenwerkte, met wie ik een uitstekende band had. Ik heb ontzettend leuke collega's daar gehad, maar ik werd wel een pain in the ass. Ik werd een probleem voor mezelf, maar ik werd ook een probleem voor hun. Ik denk dat ik op een gegeven moment toch wat recalcitrant gedrag vertoonde. Ja. En ja, je gaat op een gegeven moment gewoon dingen doen die moet je niet doen. En dan wordt het tijd om op te stappen. En en daar ben ik dan heel erg van. Ga dan gewoon weg. En ik heb natuurlijk ook wel gezien dat collega's zo rond hun 35, 36, een gezinnetje, een huisje. En ja, en het inkomen stroomt toch binnen. En nou ja, gaan zich settelen. En neem het op dat moment gewoon voor lief. En dat gebeurde bij de Margé. Ik heb het bij de Landbouw gezien. Mariniers, overal. Overal, ja. Dat zie je overal. Alleen wat gebeurt er daarna? Je ziet ze gewoon inkakken. Ja. En ik dacht, dat wil ik gewoon absoluut nooit. En toen heb ik mijn ontslag ingediend. En gewoon volmondig. En ik sta er nog steeds achter. Want ik paste er gewoon niet meer. Ik paste niet meer in dat systeem. En dat is later teruggekomen. Ja, even door de periode corona. Maar toen had ik echt dat ik paste gewoon niet meer in het systeem. En dan moet je gewoon weggaan. Daar ben ik dan van. Dan ga ik iets nieuws doen. En ik heb het in 2005, kan ik gewoon echt zeggen, ik heb een heel moeilijk jaar gehad. Ik ben gescheiden. Ik was mijn huis kwijt. En ik was Defensie kwijt. Nou, jij weet ook wat Defensie is. Hè? Defensie is niet een gewone baan. Nee. Dat is je leven. Identiteit. Het is echt je identiteit. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen zo. Hè? Werk is voor heel veel mensen hun identiteit. Ga je naar een verjaardagsfeestje, dan gaan mensen over hun werk praten. Want dat is eigenlijk wie ze zijn. Nou, in mijn beleving is het nog steeds zo. Als je bij Defensie werkt, dan is dat in surplus. Dat is gewoon, dat is een factor zoveel. Je bent zo met elkaar. En dat zul jij ook herkennen. Je eet samen. Je sport samen. Je werkt samen. Ik heb daar enorm van genoten. Maar op het moment dat je er dan alleen voor staat. En je huwelijk is kapot gelopen. Door je eigen toedoen. En kan ik gewoon mezelf. Ik ben ook schuldig daaraan. En je bent je huis kwijt. Je bent je drie pilaartjes kwijt. Dat was echt even een behoorlijke breakdown. Toen heb ik echt in de rats gezeten. En het is echt dankzij mijn huidige vrouw, die ik toen heb leren in die periode heb leren kennen. Ook een professionele hulp. De psychotherapie heb ik een aantal sessies gedaan. Want in mij leefde heel veel woede. Dat moest ik echt kwijt. En via mijn vader kwam ik bij een man terecht. Die had een bedrijf die ja, die was op zoek altijd voor bedrijven naar directeuren en topmanagers, zeg maar. Dus daar heb ik zo'n personality questionnaire gedaan. Ja, die heeft me echt mijn mega spiegel voorgehouden. Over wie ik was en wat ik tot dan toe deed. En de mismatch die daar
in zat. Dat heeft me geholpen om weer, hè, dus door middel van ratio en emotie, om op een gegeven moment toch weer dat licht in de tunnel weer te zien. En op een gegeven moment toch weer op te staan en weer voor te gaan. En toen, even kijken, ik werd aangenomen, want dat gebeurde. Ik ging bij Defensie weg en ik kon heel snel bij iemand die ik kende. Ik ging vroeger altijd liften naar school en die man die nam mij heel vaak mee. Dus daar kon ik, die had een mooi bedrijf, daar kon ik werken. Maar na 9 maanden, nou ja, net de ellende die ik je net heb verteld. Na 9 maanden dacht ik van, kerel, ik ben echt voor de keutel te duur. Ik krijg een prachtig salaris van je, ik heb een auto, ik heb een telefoon. Maar ik presteer hier gewoon helemaal niks. Ik voelde me echt bezwaard. Dus heb ik ontslag genomen. Ik heb gezegd, bedankt, maar ik wil je niet meer tot last zijn. Ja, ik wil even een klein stapje terug. Want ik kan me voorstellen dat het heel persoonlijk is, hoor. Maar misschien wil je er wel iets over delen. Want ik denk dat het een heel interessant proces is. Ten eerste, wederom met veel herkenning. Mijn jaar was 2015, waarin ik ook de baas ben weggegaan. Ondernemer ben geworden. Mm-hmm. Vader ben geworden, maar ook ben gescheiden. Ja. Dus ik had ook, ik heb eenzelfde soort ervaring gehad, mm-hmm, met het weggaan. Dus gek genoeg, ja, misschien zit daar dan toch iets wat ik denk, oh, dat is toch interessant. Ja. Van daar komen er toch dingen samen. Dus ik ben even benieuwd, als je er wat over wilt delen, over de proces wat je had van die mismatch, en ja, die spiegel die jou voor wordt gehouden. Kan je iets meer omschrijven van wat dat dan is? En wat voor soort mismatch is? Wat voor een soort innerlijk werk heb je moeten doen? Ja. Daar eigenlijk. En hoe ver gaat dat terug? Ging dat echt over je verleden? Of ging dat over je periode bij de BSB? Of ging het... Nou, eigenlijk, waar gaat het over? Is dat je... Eigenlijk heb je tot dan toe dingen gedaan waar ik... Nogmaals, ik heb er met heel veel plezier gewerkt. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb er ook later in mijn jaren heel veel aan gehad. Dus in die zin voelt het niet als mismatch. Maar als je kijkt naar wie ik als persoon ben, dan klopte het niet. En dus je hebt, zeg maar dat laat zich nu wat lastig uitleggen, maar je hebt zo'n schema waarin, nou, je hebt dan je karakter, hè, wat in principe een vast geheel wordt gezien. Je hebt je EQ, je IQ en je SQ. En die hebben elk 2 actoren. En je bent of het een of het ander van die 3. En dan krijg je, dan kun je, zeg maar, een driehoekje van maken. Nou, stel je voor, je maakt 1 driehoekje. Dat is wat je deed. Maar als je nu kijkt naar wie jij bent, dan is het precies het andere driehoekje. Nou, dat is wat er bij mij uitkwam. Ja. Dus op dat moment, ik deed dus iets wat op dat moment gewoon niet meer bij mij paste. Je conformeerde je eigenlijk, terwijl je... Eigenlijk wel. Aan een situatie, ook, ja, vanuit een bepaalde loyaliteit. Loyaliteit, naar... plezier ook wel in het werk. Ja. Alleen kennelijk, en dat is ook wel iets wat bij mij echt terug is gekomen. Ik ben mijzelf pas eigenlijk later gaan leren kennen. Ik ben zo opgegaan in mijn werk, in de vreugde in mijn werk, in het avontuur, dat ik op een gegeven moment gewoon niet... ik ben aan mezelf eigenlijk voorbij gegaan. Ik kende mijzelf eigenlijk onvoldoende. Het is ook grappig, sorry dat ik je onderbreek. Maar ook omdat je natuurlijk, ja, die ervaring hebt van dat huwelijk, wat je ook heel mooi omschreef. Ja, je was alleen maar met die BSB bezig. Dus je ontwikkelt je natuurlijk op een bepaald vlak heel erg. Ja. Maar die andere kant, die blijft natuurlijk achter. Ja. Ten opzichte van als je een ander leven had gekozen, waarbij, ja, dat meer in balans zou zijn. Ja, ik heb wel eens een keer een heel leuk, als je het dan in een plaatje mag uitdrukken. De gezonde situatie is als je een cirkel maakt. Een cirkel is jouw relatie, dat is jouw huwelijk, dat is jouw thuis. En in die grote cirkel zit een kleine cirkel, dat is jouw werk. Bij mij was het andersom. En dat is niet goed. En ja, dat gaat vroeg of laat, gaat dat gewoon fout. Je ontspoort letterlijk. Er komt op een gegeven moment een bepaald moment. Dan realiseer je dat jij en nu dan ex-partner, maar toen met je partner, dat je gewoon totaal uit elkaar bent gegroeid. Totaal. En dat er ook geen, daar is ook geen overeenstemming meer. Ja, en dan, dan gebeurt er zoiets. En dat heeft me echt heel erg diep geraakt. Het heeft me echt heel erg geraakt. Er waren 3 kinderen. Nou, weer een beetje herkenning, want ik heb 3 kinderen uit mijn eerste relatie.
Eén is nu 26, die woont sinds kort samen. Ik heb een jongen, een zoon van 24, die woont op zichzelf in Groningen. En ik heb een dochter van 20. Ja, die was een jaar oud toen wij uit elkaar gingen. Dus ook, nou ja, goed, ik herken wat jij ook wel hebt beleefd. Ja, en dat weet je, dat is iets dat, ondanks dat ik daar mede debet aan ben, heeft het me wel enorm destijds geraakt. Ik heb daar echt heel veel verdriet van gehad. Ja, en nou ja, maar op een gegeven moment moet je door. Het leven is gewoon te mooi. Op dat moment zie je het eventjes niet. Maar bent gelukkig vrij snel wel weer gaan zien dat het leven is gewoon, het is je gegeven. En haal er alles uit wat erin zit. Wat er voor jou in zit. En maak er zo mooi mogelijk proces van. En wat dat betreft, ik heb ooit eens een keer een boekje is geweest van Paulo Coelho, De Alchemist. Dat is voor mij echt het boekje geweest wat mij enorm heeft doen inzien waar het over gaat. Het proces. Er is eigenlijk geen doel. Er is het proces. En nou, dat heeft, denk ik, is ook wel voor mij van toepassing geweest in de rest van mijn carrière. Ja, mooi. Mooi, ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, die boosheid die je ook voerde, herken jij ook dat, dat uiteindelijk dat verhaal natuurlijk ook heel erg voelt als falen. Mm-hmm. En ook als vader falen. En, ja. En dat je daar dus een weg in moet gaan vinden van oké, ja, je moet eigenlijk een situatie accepteren die je natuurlijk nooit zo uitgetekend had. Nee. Waar je zelf ook nog eens een keer verantwoordelijk voor bent. Ja. En ja, daar komt natuurlijk heel veel emotie bij vrij. Dat zie ik ook ja. Bij jou. En dat daar moet je... Kijk, daar moet je doorheen. Je moet het doorleven. Daar moet je doorheen. Kijk, ja. Jij hebt destijds... jij hebt gekozen voor de mariniers. Ik ben uiteindelijk... ik heb gekozen voor de marechaussee. Maar ondanks dat het twee totaal verschillende eenheden zijn, hebben we wel één ding gemeen. Dat is toch een bepaalde vorm van plichtsbesef. En mij heeft dat, denk ik, en dat je dat plichtsbesef en dat je daar niet aan hebt voldaan, dat heeft bij mij wel enorm geraakt. Ja. Dat was voor mij echt wel een dingetje. Ja. Ja. Ik denk dat, maar dan moet je weer van herstellen. Dan moet je gewoon weer door. Je moet jezelf weer herpakken. En ik heb het geluk gehad dat ik de goede mensen om me heen heb gehad, dat ik de liefde heb gekregen die ik echt keihard nodig had. Maar ook de rake woorden en ook even, zo is het. Ja, dat je dan op een gegeven moment toch weer inziet hoe mooi het leven is. En dat je er toch alles weer uit moet halen. En dat je ook hier weer van leert. Ja, want je omschrijft mooi. Hè? Dus de omgeving is super belangrijk. Want je gaf aan, ja, ik loopte naar buiten. Ik voelde me alleen. Misschien was je ook wel alleen op dat moment. Je hebt ook momenten gehad dat je dus echt letterlijk alleen was. Waarschijnlijk in een of andere huurwoningje ergens in je eentje. Ja, heel herkenbaar. Dus, maar je bent nu weer in een situatie waarin je, ja, je... Dus je laat op een gegeven moment je omgeving weer toe. Ja. Wat is daar de kunst? Oh, dat is een goeie. Nou, je bent op een gegeven moment ben je echt een grip kwijt. Hè? Je bent echt een grip op je leven kwijt. Dus ik heb het wel eens omschreven toen ik in maart 2005 bij de BSB wegging, was ik on top of the topic. En twee maanden later ben ik gewoon een... Ja, ik ben echt van hero naar zero, dat gevoel. Ik nam mijn ontslag bij dat bedrijf in Groningen na 9 maanden. En toen ben ik... dat hoorde iemand bij mij in het dorp. Ik had dus even helemaal niks meer. Ik had geen geld meer, ik had geen auto, ik had ook geen telefoon. En toen belde er iemand, die had een lokale krant. En die kende mijn familie en die zei, hey, wat hoor ik, Bart, ben je beschikbaar? Ik kan er wel een advertentieverkoper gebruiken. Nou, had ik weer salaris. Ik had een telefoon en ik had een auto. Maar dat was voor mij, ja, dat komt dan op je pad. Kijk, het geluk wil je werkend aantreffen. En daar geloof ik in. Het geluk, toeval, nou, noem het. En toen ben ik gaan werken als advertentieverkoper in de stad Groningen. Advertenties verkopen. En ik was met een partij slecht in. Ik vond het moeilijk. Ik heb echt zoveel respect gekregen voor jongens die dat, mannen en vrouwen die dat kunnen. En na 2 maanden werd ik gebeld door een oud BSB-collega. En die zegt, nee, luister Bart, ik werk bij een klein beveiligingsbureau in de omgeving van Utrecht. Dat wist ik. Ik wist, daar zaten een paar oud BSB'ers zaten daar. En die werkte voor een familie.
Hij zei, we doen mee met een tender. Hij zei, we moeten eigenlijk, mogen jouw cv gebruiken? En ik zei, ja, dat is prima. Al wandelend weer terug naar het kantoortje midden in de stad Groningen. Ik zei, maar wat zijn de consequenties? Ja, hij zei, als het worden, moet je ook die kant op. Ik zei, waar gaan we heen dan? Ja, kunnen we niet vertellen. En voor wie is het dan? Ja, kan ik ook niet vertellen. Oh, nou, ik zei, ik stuur hem vanavond wel op. Zo gezegd, zo gedaan. 2 weken later telefoontje. Ja, we zijn een ronde verder. En hij wist inmiddels welke partijen waren afgevallen. En toen wist ik natuurlijk al wel een beetje welke kant het wat opging. Maar het waren serieuze grote partijen waarvan ik toen al wist. Aanbestedingstraject. Ja, ja, nou ja, ja, echt een aanbestedingstraject inderdaad. En ja, daar zaten echt wel de partijen tussen die op dat moment dat soort type opdrachten eigenlijk altijd deden. 2 weken later, telefoontje. Bart, we zijn het geworden. Ik zei, en nu dan? Hij zegt, ja, over 2 weken moet je naar Moskou. Voor de Nederlandse ambassade. Ik zei, daar moet ik nu mijn ontslagbrief gaan schrijven. Dus ik, ontslagbrief, ik terug. Nou, die eigenaar van het bedrijf, die was echt not amused. En terecht, want hij had net best wel in mij geïnvesteerd. Had mij een kans gegeven en ik ging er alweer, na 3 maanden ging ik er weer vandoor. Hmm. Maar toen was ik wel weer terug in iets waarvan ik dacht, daar heb ik, kan ik wel iets over meepraten. En zo is het gegaan. Uiteindelijk werd het iets later, iets langer dat ik wegging. En toen heb ik een ruim, nou, wat was dat? 2 maanden heb ik toen op de ambassade in Moskou gewerkt. Ja, toen was ik eigenlijk weer een beetje back in business. En kwam terug, bij die familie gewerkt. En toen kreeg ik een telefoontje van FC Groningen. Die kende mij via. En die waren net overgegaan naar het nieuw stadion, de Euroborg. En die zeiden van, ja wij hebben hier een businessmodel. En dat we hebben ons eigen mediabedrijf, we hebben ons eigen horecabedrijf. Maar wij zijn ook een eigen beveiligingsbedrijf gestart. Wil jij dat runnen? Dus kun je eens op gesprek komen. Ja, dus ik ben er op gesprek geweest. Uiteindelijk mocht ik het gaan doen. En toen mocht ik een commercieel bedrijf gaan runnen. En dat was voor mij. Dus ik heb het eigenlijk best wel. Bij mij is best wel wat in stapjes gegaan eigenlijk. Hè? Dus jij bent het in 1 keer gaan doen, het ondernemen. Nee, helemaal niet. Dat is allemaal herkenbaar. Dus kijk, wat ik interessant vind aan jouw antwoord is dat je eigenlijk zegt, hey, vanuit dat moment van die pure gevoel van alleen. Het eerste wat je gaat vertellen is eigenlijk dat je dingen gaat doen. Ja. En dat is wel interessant om te horen. Omdat, kijk, ik denk dat daar namelijk 2 processen aan vastzitten. Kijk, je gaat eigenlijk van een moment waarop je heel waardeloos voelt en alleen voelt, ga je eigenlijk, ergens haal jij de kracht vandaan om te zeggen, ja oké, maar dan pak ik maar het kleinste levenslijntje aan. Ja. En je komt weer in beweging. En dan langzaam kom je weer in posities waarin het voor jou ook makkelijker wordt weer om jezelf wat meer open te stellen. En in dat proces heel je eigenlijk ook een stuk van die pijn die je daar ervaren hebt. Klopt. Dus ik denk dat een beetje mooi omschrijft, een soort van het proces. Ik vat het even een klein beetje samen, niet om een onder psychotherapie figuur te zijn, maar meer vanuit in de huid kruipen van iemand die hier naar luistert, die wellicht in zo'n situatie zit. Dat je ziet van, ja, ga maar bewegen. Ja. Ga maar bewegen. Doe maar wat. Ook al is het niet hetgene wat je wilt. Nee, precies. Want van het een komt het ander. En soms heeft het tijd nodig. En dan ineens krijg je wel dat belletje. Of het komt er dat. Er komt altijd wel weer iets op je pad. Maar het belangrijkste is vanuit die positie, ga maar gewoon bewegen. Ja. Ja, misschien herken jij dat credo wel. Ga links, ga rechts, geef er ook, maar doe iets. Ja, ja, precies. Ja, dat. Ja. Ik denk dat je het, hou dat vast. Ja. En dan gaan er dingen, dan gaat het universum gaat met jou meebewegen. Daar ben ik, ik ben Nederlands hervormd opgegroeid. En ik geloof nog steeds in God als mijn vader, als creator. Maar ik heb ook geleerd dat jij en ik als mens zijn co-creatoren. Wij creëren. Wij kunnen gewoon zelf creëren. Wij kunnen zelf door te doen creëren. En op het moment dat je die energie weer gaat uitstralen, dan gaat het universum gaat met jou bewegen. Dat danst met jou mee. Dat geeft je ook alleen maar het goede. Dat geeft jou niet het kwade. Jij kiest zelf voor het kwade. Maar het goede krijg je aangeraakt. Je krijgt ook kansen. Als je het mag beelden, dan ieder mens krijgt in zijn leven een soort van zo'n fabrieksband met kansjes erop gepresenteerd. En dan is het aan jou om die kansjes
eraf te halen, zeg maar, iets mee te doen. Maar hoe vaker je ze laat staan, dat op een gegeven moment dat het universum zegt van nou, ja, daar is niet echt aan besteed. Dus er komen steeds minder kansjes op te staan. En dat, die rolband, die wordt steeds leger eigenlijk. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. De bedoeling is dat jij hier probeert alles uit het leven te halen en jouw rol probeert te vinden van wat is jouw bijdrage aan deze wereld. En dat is een zoektocht. Dat weet je niet. Dat krijg je niet op school geleerd. Dan moet je onderweg kom je daar achter. En het is niet dat op de dingen die je van de loopband pakt, dat daar kans op staat. Nee. Nee, je pakt het maar af. En je weet ook nog niet of het een goede kans is. Nee, je weet niet wat het is. Nee, maar dat is het. Maar door dat te doen, kijk, het is, en want dat was jouw vraag eigenlijk in het begin van dit gesprek. Wat is nou mijn geheim? Ik heb niet mijn geheim. Als je het een geheim mag noemen, dan zeg ik doen. Doe het. En hoe klein het ook is, maar doe het. En je zult zien dat er beweging gaat komen. En nogmaals, ja, ik had mezelf ook niet gedagdroomd als... En met alle respect, hè, want ik heb heel veel respect gekregen voor mensen die advertenties kunnen verkopen. Want dat is een partij moeilijk. Maar ik had mezelf daar niet van tevoren ingepland. Maar doordat ik die kans kreeg van deze directeur van dat bedrijf. En die heb aangegrepen. Ja, dan zie je dat er andere dingen. Ik bedoel, binnen 2 maanden krijg je dat ene telefoontje. Waarvan ik ook niet. Die zag ik ook niet aankomen. Nee. Je bent gewoon. Ik zie mezelf echt nog lopen naar dat kantoortje toe. We hadden wel een heel leuk kantoortje trouwens. Midden in het centrum van de stad. Hm. En ik denk, toen ik wel dacht. Oh, de vreugde die ik voelde. De opleving. Ja, en dan beginnen dingen weer te lopen. En dan is het natuurlijk een kwestie van je best doen. En het beste doen. Ja. Ja. En dat is wel mooi. En dan groeit het van het een naar het ander. Dus ik kwam bij FC Groningen terecht. Dat was gewoon daar zat een intern beveiligingsclubje. En de toenmalige directeur Hans Nijland, die wilde dat bedrijf gaan vercommercialiseren. Er moest gewoon externe input komen, financiële input. Nou, en als er dan onderaan de streep zwarte cijfers overbleven, dan ging dat naar de voetbalclub toe. Dus het was een extra verdienmodel. Toen uniek. Later hebben ze bij Feyenoord, dat ook nog wel ook een oud BSB, Bernard Gertsma, die zat daar als veiligheidsman. Hebben ze dat ook gedaan. Ja, ik heb daar 4 jaar gewerkt. En we hadden op een gegeven moment, ik weet niet meer, maar binnen 3 jaar of zo zaten we op 1,5, 1,6 miljoen euro omzet. En daar bleef inderdaad geld over. Ja, dat was een interessant model. Hey, want dan kom je ineens natuurlijk, je wordt natuurlijk gezien voor iemand die uit een bepaalde veiligheidssector komt. En ja, dan krijg je natuurlijk zo'n kans, maar je komt dan natuurlijk wel in een heel ander speelveld. Meer crowd security management. Compleet onbekend voor mij. Ja. Dus dat was weer van, oké, ik weet het niet, dus ik ga het maar gewoon doen. Ik ga het maar gewoon doen. Ja, ja. Ja, er zijn allemaal mensen die hebben er wel verstand van. En dan komt het ook weer op aan. En we hebben in ons voorgesprekje hebben het gehad, en kwam het even te sprake, luister je naar mensen en voelen die mensen zich op een gegeven moment ook gehoord. En ik denk dat is een krachtenveld, een energieveld, dat als je, ik zeg niet dat ik dat beheers, maar ik denk wel dat ik dat probeer goed te doen. En dan krijg je dat, mensen willen altijd andere mensen helpen. En op het moment dat je op die manier ook opstelt binnen een organisatie, dan gaan mensen je ook helpen. En nou ja, dus dat was, ik moest en commercieel aan het werk. Dat was voor mij eigenlijk ook nieuw, in die zin nieuwe materie om daar echt mee bezig te zijn. De andere kant is crowd control en dat soort veiligheidsvraagstukken. Ja, dat was ik echt mee onbekend. Maar er zit wel kennis in de groep. Hè? Haal de kennis uit de groep. Nou ja, dat zijn van die dingetjes. Sommige mensen zeggen wel, want ik heb best wel vaak met oud-marechaussees of militairen die mij, die zijn wat ongelukkig en die willen er eigenlijk wel uitstappen. En ik vraag eigenlijk altijd direct, wat is je motief? Waarom wil je dat? En als ik voel dat het antwoord intrinsiek is, dan kunnen we verder praten. Zeg maar. Als ik voel dat het extrinsiek is, dan adviseer ik meestal, blijf maar even zitten. Ja. Ja, want anders word je ongelukkig. Maar ik vond wel, dit zijn van die dingen. Want in de burgermaatschappij zit er niet op te wachten dat jij met een punt 50
iemand op 2 kilometer voor zijn potje kunt schieten. Weet je. Maar waar zitten ze wel op te wachten? Is op dit soort dingen. Dat je weet, hey, haal de kennis uit de groep. En doen we er iets mee. En betrek mensen. En samen kunnen we deze opdracht aan. Want wij hebben vaker, jij hebt ook voor opdrachten gestaan, waar je van misschien in het begin ook dacht van, zo, hier moet ik even over nadenken. Ja. Hoe we dit gaan doen. Ja. Dat je dat kunt. Dat zijn van die levenslessen. Die leer je bij Defensie. Als geen ander. En dat zijn echt van die vaardigheden. Daarvan denk ik heeft onze maatschappij, de burgermaatschappij, echt zware behoefte. En kun je echt wel het verschil maken. En dat zit hem dus niet altijd in de kennis. Dat zit hem ook vaak in hoe ben je gevormd en hoe ben je. En daar is dit een uitvloeisel van. Ik denk dat ik dankzij de collega's die daar waren, hebben we daar best wel iets leuks kunnen neerzetten. Ja, en op een gegeven moment, dan is het gewoon zo, je groeit als mens. En op een gegeven moment voelde ik ook daaraan, ik moet weer door naar de volgende stap. Ja, want ik ben benieuwd wanneer toch dat familiebedrijf om de hoek komt kijken. Ik hoorde in het begin van het gesprek iets van... klopt, die klopt. Komt die heb je goed gehoord. Nee, ik ben in 2010, heb ik op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ga voor mezelf beginnen. En toen heb ik ontslag genomen. Ik had inmiddels wel al sinds een jaar een woning gekocht. Toen best wel, dat was een nieuwbouwwoning en dat was best wel wat geld. Maar ik was gewoon niet meer gelukkig. Dus dan moet je, vind ik, je ontslag nemen. Je moet jezelf niet langer dwars zitten, maar je moet ook zeker de medemens niet langer dwars zitten. Dus dan moet je gewoon weggaan. Dus heb ik ontslag genomen en ik dacht, ik begin voor mezelf. Dan heb je gewoon het gevoel ook dat je het vertrouwen hebt in jezelf. Ja, dit komt goed. Dit is mijn ding. Dit komt goed. En toen was het inderdaad, je laat het even droppen bij een paar jongens in de wereld. Ja, en dan wordt het opgepikt. En voor je het weet was ik eigenlijk pausloos met observatiewerkzaamheden bezig. En ik had dan ik was een recherchebureau begonnen, annex beveiligingsbedrijf. Nou, dan kwam dat. Dat begon echt wel te groeien. En ik kreeg wat beveiligingsopdrachten. Een beetje specialistische opdrachten kreeg ik ook. Nou, dus ik begon daar gewoon steeds meer mijn draai te vinden. En dan zijn er ook weer mensen die hebben hulp nodig. En dan word je gevonden. En ook dan weer probeer het zo goed mogelijk te doen. En dat is me ook niet altijd gelukt. Maar het heeft me wel zo ver gebracht dat je stapjes gaat maken. Je bedrijfje steeds verder kunt laten groeien. En in 2010 ben ik voor mezelf begonnen. Eind 2010. En in 2013 kon ik er 2 BV'tjes van maken. En dus ik ging naar een kleine groepsstructuur toe. Ja, holdingstructuur. Precies. En ik had een recherchebureau, ze noemen het maar even, en een beveiligingsbedrijf. Nou, de beveiligingsbedrijf dat richtte zich echt op ad hoc beveiliging in de medische sector. En ik had een paar evenementjes bij. Dat was gewoon een leuk bedrijf. Ik had een aantal mensen aan het werk. En we hadden een ontzettend leuk team toen. En ja, die ziekenhuizen die belden gewoon te pas en te onpas natuurlijk. Want er was weer een patiënt binnengekomen die moeilijk was. Psychiatrisch gedrag. Dat soort vraagstukken. Suicidaal. Dus wij deden heel veel echt beveiliging op de patiënt. En soms zaten we echt aan het bed. En soms wat meer op afstand. Soms ook covert. Dat we echt onopvallend op de afdeling aanwezig waren. Omdat bijvoorbeeld er een patiënt er lag. En er was een heel moeilijk vriendje bij. Nou, dat soort opdrachten. Superleuk om echt zinvolle opdrachten die er echt, die echt wel toe deden. En op een gegeven moment toen, ik merkte gewoon dat ik het steeds lastiger vond. Want het was best wel intens. Ik was eigenlijk constant ermee bezig. En ik merkte aan mezelf dat ik het steeds moeilijker kreeg om het vol te houden, zeg maar. Ja. Nou, inmiddels waren we verhuisd. Hartstikke leuk huis. En ik zei op een gegeven moment tegen mijn vrouw Geerke. Ik zei, het was ergens in oktober 2017. Ik zei, linksom of rechtsom. Maar per 1 januari
is dit bedrijf, dat heb ik niet meer. Of het is gestopt, of ik heb het verkocht. Ja, zo is het gegaan. Uiteindelijk heb ik het kunnen verkopen. En daar vond ik, dat was een heel mooi deal geweest. Daar heb ik een heel goed gevoel aan overgehouden. Degene, de koper ook. En we hebben nog steeds contact en we maken nog steeds gebruik van elkaars diensten. Maar wat je dan krijgt is dat je, ja, hey, de beveiligingsbedrijf is weg. Dat was natuurlijk een enorme belasting op je dagelijks leven. En het recherchebureau was er. En dat recherchewerk is echt een beetje pieken en dalen, zeg maar. Er zit bijna geen rechte lijn in. Ja, toen kwam ik in februari, dacht ik 2018, zei ik tegen mijn vrouw van, zullen we de zaak overnemen? En met de zaak was dan de herenmodezaak van mijn vader. Dus iets wat ik eerst had gezegd, dat ga ik nooit doen, kwam nu in mij op. Ik wist, mijn vader was al een tijdje bezig, die wilde graag wel stoppen. Ja, en ik vond dat toch wel mooi dat het er een familiebedrijf. Ik dacht, weet je wat, we gaan dat doen. En ik had ook een idee bij. Hè? Dus ik ging naar mijn vader toe, dat was wel een mooi gesprek. Kort, maar wel heel mooi. En ik zei, we zijn Fries van oorsprong. Ik zei, ik heb een... Ik wil de zaak wel overnemen. En hij vroeg mij direct, wat is je plan? Nou, ik zei, dit is mijn plan. Nou, hij zei, dat zie ik wel zitten. Nou, dan kunnen we gaan praten. Anders had hij ook gewoon gezegd, dat gaan we niet doen. Ja. En toen zijn we gaan praten. Een half jaar later is uiteindelijk tot een akkoord gekomen. En februari 2019 hebben we de zaak overgenomen. En dan stap je in één keer, je moet al ruim van tevoren, moest ik al gaan inkopen met mijn budget. Dus dat was half 2018. Dan ga je inkopen doen voor de zomer van 2019. En in één keer zit ik bij firma's als Tommy Hilfiger, Hugo Boss. Ga ik kleding inkopen. Ik wist echt van niks. Puur op mijn gevoel. Eerste aantal keer is mijn vader mee geweest. En dat vond ik heel knap van hem. Want hij hield zich gewoon stil. Hij keek alleen. Hij zag gewoon wat ik deed. En hij heeft later gezegd, dat is wel goed. Je ziet het wel. Ja, en dan is gewoon op basis van ingeving en ook weer luisteren naar mensen. Ga je dingen doen. En heb je in één keer een detailhandelszaak. En ik was dus een beetje gewend geraakt aan het wat je dan noemt B2B, hè, business to business. Ja, dit was business to consumer. Nou ja, deze winkel was gewoon in alles 180 graden anders dan wat ik gewend was. Alles. Inkoop, verkoop, voorraad, ja, noem maar op. Dus we waren goed wel een jaartje bezig. Het eerste jaartje een heel klein winstje gedraaid. Super blij mee. Ging heel positief. Ja, en toen kwam maart 2020. Gooi de tijd maar dicht. Nou, jij hebt een heftige ervaring wat dat betreft. En nou ja, voor ons ook. De horeca moest sluiten. Wij konden nog open blijven. Maar gewoon de eerste 6 weken, er was gewoon niemand op straat. Niemand op straat. Ja. En ik voelde gewoon dat wat er gebeurde, ja, dat voor mij, mijn overtuiging dat het niet klopte. En ik vond gewoon dat dit klopt niet wat hier gebeurt. Dus als ik ben daar, ik had daar een bepaalde overtuiging. Maar goed, ik had ook een zaak. Er werkten wel gewoon mensen in. Wat moet je nu? En we hadden net een vrouw aangenomen. En die zat eigenlijk nog binnen haar proeftijd. Dus, maar goed, toch zeggen, nee, we gaan door. We gaan toch, we flingen je, we gaan gewoon door. Je gaat er niet uit. Ja, en ik ben er zo goed als zo kwaad. Ik ben niet activistisch in die zin. Maar ik heb wel geprobeerd die zaken zo goed als ik kon doorheen te slepen en positief te blijven en mensen te blijven, mijn medewerkers te blijven motiveren. Blijf bezig met de zaak. Wat kunnen we niet, maar vooral wat kunnen we wel? Ja. Waar liggen wel de kansen? Wat kunnen we wel doen? Nou, met die energie, ja, uiteindelijk. Maar het is gewoon vreselijk, joh. Als je dagen hebt dat er gewoon nul op de teller staat. Ja. Ah, jongen, dat. Ja.
Maar dan moet je maar gewoon zo snel mogelijk van... die gedachte moet je niet tot je laten komen. Hup, wat kunnen we wel? Nou, en dan ga je op pad. Je gaat mensen in beweging brengen. Je gaat je contacten benaderen. Je gaat met tasjes rijden. Ik ben daar van Rode naar Leeuwarden gereden. Dankbare mensen die mij ook hebben geholpen. Die ook echt mij hebben geholpen. Gewoon zeggen, Bart, zet me een paar tassen kleding op de stoep neer. En zo deden we dat. Ik zocht dan 3-4 tassen vol met kleding. En die zet ik dan op mijn stoep neer. En dan hoorde ik een dag later of 2 dagen, nou, kom weer ophalen. En dan dat en dat wel en dat en dat niet. Nou, en dan stuur ik dan weer een tikkie voor en hadden we weer omzet. En dan was ik weer blij. Had je weer, ja, zijn we geprobeerd daar wat doorheen te gaan. Maar goed, het heeft uiteindelijk, het heeft wel veel veranderd. De consument is veranderd. En de houding ten opzichte van kleding is veranderd. En de importantie daarvan. Het is echt een ander beeld wat ik meen waar te nemen. Maar toen kwam je ook weer. Ik denk dat door de skills die ik bij Defensie heb geleerd, dat me dat heeft geholpen om door die periode heen te komen. En ik ben er nog niet, zakelijk gezien ben ik er nog steeds met de winkel niet doorheen hoor. Ik heb er nog steeds hinder van. Maar het is wel zo dat ik, ik denk wel dat ik dankzij die vaardigheden wel in staat ben geweest om de moed niet te laten zakken. En zoals jij dan zegt, rammen, strijdend voorwaarts gaan. Hè? Ja. Een beetje, heeft me wel geholpen. Ja. Ja. En wat heel belangrijk is, en dat is ook wel ik heb het dan bij de BSB geleerd, maar ik denk dat jij er bij de mariniers geleerd hebt. Bepaalde stabiliteit. En probeer stabiel te blijven. Goed voor jezelf te zorgen. Je lichaam goed te onderhouden. Goed te eten. Goed te slapen. En probeer overeind te blijven. Want uiteindelijk ben jij degene. Jij bent. Als jij uitvalt. Dan zakt de rest ook in elkaar. Jij moet. En die verantwoordelijkheid voelde ik enorm sterk. Ik moet overeind blijven. Ik had er een mening over. Ik heb dat op bepaalde wijze ook wel geventileerd. Maar ik voelde de verantwoordelijkheid om die zaken doorheen te trekken. En om overeind te blijven. Om recht overeind te blijven. En om de kracht uit te blijven stralen. En dat mensen daar ook weer vertrouwen uithalen. En met je mee blijven doen. Ja. Dat zijn van die dingen. Dat leer je denk ik in de militaire wereld. In militaire leiderschap. Zijn dat wel dingen die leer je daar. Ja. En die heb ik kunnen toepassen denk ik. Ja, mooi. Ja, mooi en heftig ook. Dus die situatie herken ik ook. I know the struggles. En goed dat je er doorheen hebt kunnen navigeren in een hele ingewikkelde tijd. En mooi om te horen dat dan die skills die je dan inderdaad bij dat bedrijf geleerd hebt. En ik vind het sowieso, bedankt ook voor het delen van je verhaal. Je bent heel toegankelijk en persoonlijk geweest ook in het hele gesprek. En dat vergt ook altijd een bepaalde mate van moed, hè, om hier maar te gaan zitten en dat op deze manier zo te vertellen. Dus daar heb ik ook heel veel bewondering en waardering voor. Ja, dankjewel. Dankjewel. En ik vond het heel mooi de lijn die je hebt, waarin je ons hebt meegenomen in het verschil tussen hoe je bent, je non-conformistische en hoe dat dan ook weer samenkomt wel in zo'n BSB-clubje en het gevoel wat je eruit haalde, maar hoe dat ook vervolgens wel weer tegen je gaat werken op een bepaalde manier en je dan elke keer weer opnieuw jezelf moet uitvinden. Nou, kijk, vergeet niet dat jij als mens, jij bent wie jij vandaag bent. Zo ben jij over 10 jaar niet meer exact. Je verandert gewoon om de, globaal 5 jaar. Ja. Dus je gaat soms ook anders naar dingen kijken. Dus het is niet zo dat hoor, als 20-jarige bij Defensie binnenstroomt, dat je er op dezelfde manier in staat als op je 45ste. Ja. Dat is gewoon niet zo. Jij verandert als mens. En ik zou echt wel tegen mensen zeggen, hou daar gewoon rekening mee. Pas je wat dat betreft, je kunt je gewoon aanpassen. Ja. Daar heb je alle reden toe, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is ook wel natuurlijk. Ja, je kunt je gewoon aanpassen. Maar ik denk dus dat het aanpassen en de transities. Jij hebt natuurlijk heel regelmatig in je leven het besluit genomen. Hey, ik neem hier gewoon ontslag. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen niet kunnen. Nee, of niet zo goed kunnen. Of niet zo goed durven. Of wat dan ook de reden daarvan is. Dus ik denk dat een heel groot deel van de kunst van het leven dan bijna zit in de transities. En dat is natuurlijk een podcast, een aantal podcasts geleden, waarin ik mijn verhaal had gewild, dat ook mooi naar voren kwam. Wat een goed verhaal. Dat vind ik heel knap van je, hoe je dat hebt verwoord.
Dankjewel. Ja, ja. Nee, dat meen ik oprecht. Dat vind ik echt heel, heel goed. En dat is ook een voorbeeld. En dat is ook een voorbeeld voor jouw luisteraars. Wees niet bang voor die transitie. Het is denk ik zelfs bedoeld. Het is niet bedoeld dat jij voor eeuwig op die ene stoel blijft zitten. En dat hebben we decennia lang als heel trouw ervaren. Maar het is jouw leven. Haal eruit wat erin zit. En soms heb je daar andere mensen voor nodig om je wakker te maken of om je te laten inspireren. Laat het gewoon gebeuren. Lees. Ik zou ook mensen echt... Lees veel. Lees van alles en nog wat. Maar daar ga je wel over een bepaald dingetje ook nadenken. En het is jouw leven. En het mooiste is dat je er alles uithaalt wat er voor jou in zit. En dan heb je gewoon volgens mij een prachtig leven. Waar je zometeen, ik zeg het wel eens tegen mensen, als je zometeen, ben je oud, hè, dan zit je daar in je bejaardenhuis met je stokje. En dan kijk je terug en dan denk je, ik zou het zonde vinden als ik dan zou zitten en denk van, ja, ik heb toch wel spijt dat ik dat niet gedaan heb. Dat ik toen niet de moed had om het te doen. Heb de moed. Ja. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf. Je bent tot heel veel in staat. Echt tot heel veel in staat. En het zou toch super zijn als jij, als iedereen op zijn oude dag kon terugkijken en zegt, ik heb een fantastisch mooi leven gehad. Ik heb tegenslagen gekend. Ik heb voorspoed gekend. Ik heb geld verdiend. Ik heb leergeld betaald. Maar ik heb er alles uitgehaald wat erin zit. En ik heb een geslaagd leven gehad. Hoe mooi is dat? Dat is het mooiste wat er is. Denk en, ik denk dat dat een hele mooie uitsmijter is voor deze, voor dit bijzondere gesprek. Ja. Ik vond het heel tof dat je er was. En ik ga even... Dankjewel. Ik vond het echt heel bijzonder om met jou dit gesprek te kunnen voeren en jouw visie op het leven te kunnen horen. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd en mij de kans hebt gegeven om... Want ook dit is weer zoiets, dat komt op je pad. En hoe mooi is dat? En die grijp, en dan ja, grijp die kans. Ja. Nou, dat heb je goed gedaan. Ja, dankjewel. Het is tof dat je dat hebt gedaan. En we houden contact. En, ja, doen we. Nou ja, ik heb een periode gehad dat ik een mooi op maat gemaakte jas zat. Ik merkte van ja, ik voel me toch vaak prettiger zo. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Ik denk ook dat we de kunst van het mooie kleden en de waarde die daar ook aan hangt, dat we dat een beetje verleerd zijn. Dus, nou, het is ook een vorm, het is ook wel weer een vorm van respect. Hè? Dat bedoel ik niet raar, want je moet ook vooral jezelf zijn. Ja. Als iets niet bij je past, moet je het vooral niet doen. Want jij bent jij en ik ben ik. Maar ik denk nog steeds dat je in jouw stijl kun je wel... een stukje respect uitstralen en ook respect richting de ander tonen. Ja. En het hoeft echt niet overdreven. Je hoeft echt niet in pak constant te lopen. Of in een overhemd. Nee, dat kan ook wel op een andere manier. En als ze nou dat willen, waar kunnen ze jou vinden? Waar zit jouw winkel eigenlijk? In een Roden. In een Noord-Drentse Roden. Oh, ja. Ja, ja, en dat heet dan Spandau Mannen. Moest natuurlijk wel een naam zijn die ik kon onthouden. Ja. De winkel heeft altijd Spandau geheten. Het is ooit begonnen met maken van hoeden en petten, ergens eind 1800. Het is ontzettend leuk om te doen. Dat moet ik echt zeggen. Dat contact met die klant en dat helpen, en dat is nou wel wat ik wil zeggen, jongens. Mensen willen altijd helpen. En ik vind ook, wat is nou mooier dan iemand anders te helpen? En jij helpt mensen met jouw podcast. En ik doe het soms in de kleding. Kan ik iemand helpen? Of met een onderzoek. Ja. Vanuit mijn recherchebureau. Iemand of een bedrijf helpen. Maar dat is toch, ja, ik denk, fantastisch mooi. Ja, dat zeg je mooi. En dat is ook weer even nog een klein linkje naar... als echte afsluiter dan vanuit dat gevoel van alleen zijn... in beweging komen, ondanks dat je niet weet waar je naartoe gaat. Dat doe je ook... uiteindelijk om weer in een positie te komen dat je anderen kan helpen. Want dat is ook uiteindelijk iets waar je gewoon heel erg veel... Er zijn fasen in je leven, daar moet jij geholpen worden. Ja. En er zijn fasen in het leven waarin jij iemand anders weer kunt helpen. En je hoeft alleen maar, ik denk dat heel veel mensen binnen Defensie zullen dat herkennen. Als je in de opleiding zit,
dan zijn er mensen die zijn ergens daar ontiegelijk goed in. In de marechaussee-opleiding heb je heel sterk dat fysieke en dat theoretische. Ja. Dat is die opleiding tot opsporingsambtenaar. Nou, dat was niet iedereen gegeven. Maar die anderen waren dan weer heel goed in klimmen. En die konden jou dan weer helpen. Of die konden jou in het fysieke helpen om jou erdoor te trekken. En jij hielp dan weer met leren. Zo, nou, die dynamiek. En daarom ben ik ook zo'n voorstander van die sociale dienstplicht. Dat helpt ook. Mekaar leren kennen en mekaar kunnen helpen. En dan kun je echt elkaar helpen. Ja, en dat is denk ik ook waarvoor we ook hier zijn. Ja. En nou, mooi. Hey, het gaat je goed, Bart. Ja, dankjewel. Hey, jullie ook allemaal weer bedankt. Vergeet niet te abonneren en te liken op Spotify en op YouTube. Dat helpt ons om ook weer verder te groeien en deze mooie verhalen aan zoveel mogelijk mensen te laten horen. Want ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Het is heel erg tof dat jullie allemaal weer bij waren. En ik zie jullie volgende week weer. Dat was een Scherpschutters. Uit!